Dus de Iwade Ananda die had wel eens last van een hindernis waar we allemaal wel eens, of heel veel van ons wel eens last van hebben, dat hij heel gedreven was. En het verhaal ging als volgt. En ik heb het verhaal al een keer eerder verteld, dus sommige mensen die kunnen misschien wel even doorspoelen. En het is een bekend verhaal en het verhaal gaat als volgt. Na het heengaan van de Boeddha, dus na de fysieke dood van de Boeddha, is er dus een concilie, een vergadering van alle monniken die beslissingen willen maken over de belangrijke aspecten van de boeddhistische leer en die daar dat willen vastleggen. Het is belangrijk dat alle experts en alle belangrijke discipelen van de Boeddha daarbij aanwezig zijn. Zodat er een standaard kan worden ontwikkeld met betrekking tot deze leer van de Boeddha en zijn discipline. En vervolgens is er een regel, zo gaat de traditie, dat al deze discipelen die aanwezig zullen zijn, die moeten allemaal wel een zekere niveau van verlichting hebben bereikt. Moeten eigenlijk goed verlicht zijn. En dat is natuurlijk een beetje een raar verhaal om te denken van nou, dan moet je dus, nou ja, in het geval van de Iwade Ananda, hij was nog niet volledig verlicht. Hij had een beginnend stadium bereikt, maar hij was door zijn dat hij altijd de bediende was geweest van de Boeddha, had hij niet genoeg tijd en aandacht kunnen besteden aan het pad. En daardoor was hij nog niet volledig verlicht. En nu had hij dus nog maar één dag om verlicht te worden. Verlichting met een deadline, zo noem ik dit verhaal ook wel eens. En dat is natuurlijk een hele moeilijke uitdaging. Maar hij was wel heel gedreven, want hij stond bekend als het levende geheugen van de Boeddha. Want hij had alle belangrijke leerreden van de Boeddha had hij meegemaakt. Vanaf het moment dat hij de bediende van de Boeddha was geworden, vele jaren terug, in het begin, of nou niet in het begin, maar waarschijnlijk wel in het midden van de periode dat de Boeddha aan het onderwijzen was. Dus toch wel een heleboel leerreden die hij had gehoord. Dus er stond heel veel op het spel, want als hij niet bij die vergadering aanwezig was, dan waren al die leerreden gingen misschien verloren. Die zouden hij dan niet kunnen delen met zijn mededisciplen. Met andere woorden, er stond heel veel op het spel. En hij moest die avond, koste wat kost, de verlichting bereiken. Dus hij zette alles op alles en hij begon de hele avond te mediteren. En nou, toen hij eenmaal wat gespannen werd in de benen en de rug en dergelijke, begon hij wat loopmeditatie te doen. En hij deed loopmeditatie en deed zitmeditatie enzovoort enzovoort. Toen op een gegeven moment, toen begon het wel tot hem door te dringen dat hij nog niet helemaal, alsof hij er nog niet helemaal was. Alsof er nog iets ontbrak. En op een gegeven moment, toen dacht hij bij zichzelf, ach, het is wel nu diep in de nacht. En ik heb me heel erg ingespannen. En heel veel uren lang achter elkaar. En misschien dat hij nog helemaal nergens was, dat weten we niet. Maar op een gegeven moment, daar dacht hij bij zichzelf, ik ga even wat rust nemen. En terwijl hij eventjes zo van plan was eventjes te gaan liggen, half tussen dat hij zat en dat hij lag, zo half hier tussen zo. Ik doe het even na, misschien helpt dat. Helpt het voor mij. Daartussen, tussenin, halfweg, werd hij verlicht. Ja. En men zegt daarom wel dat hij de enige discipel is die in geen van de normale houdingen die een mens aanneemt, dat wil zeggen dat je staat, dat je loopt, of zoals jullie in Vlaanderen zeggen, dat je stapt, dat je zit of dat je ligt.
Geen van die houdingen werd hij verlicht. Dus in feite was hij de meest onorthodoxe in zijn houding, in zijn houding van verlichting. En dat is een verhaal wat aantoont dat we in meditatie soms ook de juiste balans moeten bereiken. Tussen niet te veel inspanning, maar ook niet te veel ontspanning. Dus in feite de juiste inzet. En dat is eigenlijk een belangrijk aspect en dat kan zich ook voordoen als hindernis, dat we ons te veel inspannen. En het staat hier niet tussen, dat is een ander lijstje van wat meer subtiele hindernissen. Die staan ook wel bekend als de kleine hindernissen of de upakilesa, kleine smetten of de kleine hindernissen. Maar je kunt wel zeggen dat het vaak voor mensen zoals jij en ik, gewone mensen, dat het vaak heeft te maken met verlangens ook. Misschien niet zintuigelijk, maar toch wel verlangens, dat je heel erg verlangt naar een goede ervaring in meditatie of heel erg verlangt naar rust. En dat kan niet altijd, dus daarom is het belangrijk dat we soms leren om gewoon te zitten en te zijn. Al is er nog zoveel onrust, al is er nog zoveel dat niet compleet is of niet perfect. Maar als we daarmee gewoon zitten, dan uiteindelijk dan weet het allemaal, past het allemaal bij elkaar